We zijn vandaag bij elkaar voor een zeer heugelijk feit. Het EFS College COVAP opende in 2010 een dependance in het district Nikeri in het Van Pettenpolder aan de Narpadstraat. De school was toen gehuisvest in het gebouw van de Islamitische school. Het minimale was toen aanwezig. We hadden 2 lokalen en de sanitaire ruimte waren er. In 2010 is de dependance gestart met 25 studenten, dus 1 groep verpleegkundigen welke wij zouden opleiden. In 2014 werd er ook een aanvang gemaakt met middagopleidingen. 4 jaar verder zaten er ondertussen al ongeveer 100 studenten in de opleiding. Het IFS College COVAP huurde toen ook lokalen in bij het NATIN. Maar het was evident dat onze groeipotentie niet gefaciliteerd kon worden door de toenmalige locatie. Wij gingen dus op zoek naar een andere locatie. Het MMC, toen nog onder leiding van de heer Elias, heeft zonder te aarzelen ons ruimte geboden om onze school te vestigen op de locatie aan de Annastraat. Deze facilitering is onder zeer schappelijke voorwaarden ingegaan in het jaar 2015. En daar zijn we er nog steeds, in goede harmonie met elkaar. MMC-familie, nogmaals hartelijk bedankt voor de goede nabuurschap. De jeugd roep ik op, zoals de vorige sprekers dat hebben gedaan, om gretig gebruik te maken. En het product, wat het assembleelid Doekje zei, als we het niveau hebben geleverd, kunnen we dat product inderdaad exporteren. En het gaat geld opleveren. Cuba is een levend voorbeeld. En er zijn zoveel andere landen. Dus als wij al die erkenning krijgen en we met z'n allen, alle actoren, onze schouders zetten achter het werk, dan denk ik dat wij het niveau zullen halen, het product zullen kunnen exporteren en dat wij dan niet te lang moeten wachten. En ik wil dan die grondpapieren overhandigen aan minister Elias. COVAP, u zegt het, ik heb u gelijk als directeur opgevangen. Maar niet zomaar, want ik hou van samen delen. En daar kom ik zo meteen op terug. Maar mevrouw Oha bracht zo tegen de 20ste van de maand de loonlijsten. En ik zei, maar deze mensen ken ik niet. Ze studeren in Paramaribo, directeur. Ik zeg maar, wanneer komen ze terug? Deze groep komt over 3 maanden, deze over 1 jaar. En het was echt een groot bedrag. Het was een heel groet budget. Want je moest ze een zakcentje geven. Je moest studiegeld voor ze betalen. Je moest opvang voor ze betalen. Noem maar op. Het was een echt groot budget dat wij gaven aan de jonge Nigeriaanse, voornamelijk dames, ook een paar heren tussendoor. En ik zei, no man, dit kan niet. Maar toen ik nog overtuigender werd dat COVAP vastgenageld moest worden aan Nikeri, was na 3 maanden kwamen van de 40 studenten, ik denk het assembleelid Waito heeft het ook gezegd, ze bleven weg. Anderen trouwden, anderen wilden niet komen. Andere, ik weet niet, maar in elk geval, ze kochten hun contract makkelijk af. En vandaar dat ik zei, nee, COVAP moet in Nikeri. Dus het waren 2 redenen. Een financieel-economische redenen. En het tweede was, we houden van samenwerken.